Het techniekcollege in Rotterdam-Alexander krijgt een nieuw soort windturbine op het dak, die ook voor hoge gebouwen in de stad zonne- en windenergie kan gaan leveren. Het is een primeur voor Rotterdam. Nu is windenergie midden in de stad moeilijk en leveren zonnepanelen niet voldoende op om hoge gebouwen of flats van groene stroom te voorzien. Als we gaan kijken naar de hele energietransitie waar we op dit moment in zitten, is het zo dat je met traditionele zonnestroominstallaties woongebouwen tot 5 lagen kunt voorzien van zonne-energie. Alles wat daarboven is, kom je met de traditionele zonnestroominstallaties, kun je niet genoeg energie opwekken om het volledige pand te verduurzamen op het gebied van elektriciteit. Nou, en daarbij hebben wij op een gegeven moment de combinatie gezocht met wind. En die twee combineren maakte dat wij in sommige gevallen tot 14 woonlagen compleet van elektrische energie kunnen voorzien. Diverse grote bedrijven uit de Alexanderpolder die zich sterk inzetten voor het verduurzamen, hoorden van die nieuwe windturbine en besloten mee te doen. De locatie waar de installatie moest komen was al snel gevonden. Nou, hier in Alexander hebben we natuurlijk sowieso een aantal wijken met veel hoogbouw. Dus we zouden daar eens naar kunnen kijken of we daar een brug in kunnen slaan. Daarnaast vind ik het zo mooi voor specifiek deze locatie, omdat we dus die verbinding hebben kunnen maken naar, naar de ROC's, middels dat techniekcollege, om daar ook een heel lesprogramma omheen vorm te gaan geven in samenwerking met de producent van deze installaties. Ik denk dat dat alleen maar een win-win-win situatie is. We gebruiken in het onderwijs natuurlijk heel veel modellen, maar dit is echt een real-life installatie die heel veel energie opwekt en dat is natuurlijk een buitenkansje om daaraan te sleutelen. De komende maanden gaat deze windtunnel dus ingezet worden op het techniekcollege en wie weet later op veel meer plekken in de stad.